Bedenk hoor. No. De plek waar ik nu ben, daar komen mannen graag. Stripclub! Stripclub! Of een bar of zo. Maar er zijn meerdere strip... Nee, stripclub. Ja, er zijn op zich al meerdere stripclubs. Ik ga... Ja, we gaan deze hier links proberen. Ja, iedereen één ingang. Ja, dan moeten we wachten... Oh, wacht. Trouwens, stop even. Oh, kut. Even de timer weer. Ja, oké. Okay. Iedereen heeft deze eerste ingang. Er zijn er meerdere ingangen, hè. Kijk eens, hier is er één. Ja? Ja. 3, 2, 1, go. Ik zie hem niet. Huh? Huh? Je gaat me nog niet vertellen dat hij met zijn auto binnen zit. Hij staat sowieso niet bij de supermarkt. Dit is niet de stripclub waar we moeten zijn dan. Oh, wat leuk. Of hij staat op de... bij tequila. Waar komen wij nog graag? Oh ja, tequila. Tequila, dat is ook wel goed. Of de gunshop hier. De gunshop. Je hebt er helemaal bovenaan heb je er ook nog eentje in het noorden. Nou, in het noorden van de stad dan. Nee, niet in Sandy. Zou die helemaal daar zijn? Ik rijd wel, als eentje naar tequila rijdt, dan rijd ik wel die helemaal boven. Ik ken tequila niet. Ik volg de andere Passat gewoon. Waar zou het anders nog kunnen zijn? Kijk, wat als ik jullie zag, moest ik de tijd starten. Oh, tequila is hier. Prima. Nee, maar nee. Niet helemaal. Want als we nu met 130 voorbij komen crossen, mag je niet echt de tijd starten. Op het moment dat wij echt duidelijk bij jou zijn en ook jou gaan spotten, dan mag je in principe de tijd starten. Oké. Okay. Maar, oh ja, hier is tequila natuurlijk. En de tequila is bij het strand. Dit is een andere als het is. Nee, dat is tequila. Daar in Pinewood, dat is tequila. Ik dacht dat ik... Ja, dan is er nog eentje dan, helemaal bij het strand. Ben je daar nu? Als ik de goede kant op rijd, wel. Nou, als wij de goede kant op rijden. Zijn we. Of het is iets meer naar boven, volgens nee, mij. Nee, hier is de kilo na, deze straat. Ja, hier... Nee, wacht. Ja, hier is het. Hier op de hoek. Oh ja, hier was het inderdaad, ja. Dan, ja, dan kan hij daar... Hier staat hij ook niet. Er is er ook nog eentje bij het strand. Ja, er zijn meerdere clubs. Of een casino, ja, dan gaan soms. Ja, maar dat is niet. Wij willen graag een tweede tip. Ja. even denken hoor. eens even. Ja, ik weet het gelijk. Ja, die tip wacht, heb ik rijd wel naar die andere. Nou, dat is denk ik niet. Eens even kijken hoor. Tegenover mij staat er een treinwagon. Wat? We gaan gewoon richting de tracks en dan kijken we daar wel. Richting de wat? Van de richting het spoor. We moeten ook even denken hè, waar we stopten daar juist. Hoe lang heeft hij er ongeveer over gedaan voordat hij zijn tip klaar had? Hij was best snel. Hij was best snel, dus hij kan niet heel ver van die locatie zijn. We moeten een treinwagon... Is het niet gewoon sarcastisch dat het van het politie-AB is? Maar daar komen mannen niet graag. Nee, dat doe ik niet. Misschien kan je dat sommige mannen wel. Sarcastisch nemen. Bedenken, waar rijden jullie? Maar het is sowieso een stripclub. Ik volg nog steeds een random voertuig die ik niet weet wie het van ons is, maar ik volg... Ja, dat ben ik. Oké, waar rijden jullie nu? Van even uit nieuwsgierigheid. Blokkenpark. Het leukste is, jullie zijn gewoon langs begrepen, hè? Oké. Okay. Oh, ik weet nog wat. Een tip. Misschien de autodealer. Ja, dat... Dat wel... We zaten allemaal gewoon. Ja, nou ja. Jullie waren al eerder langs begrepen, dat is de derde tip die ik jullie geef. Was het wel die eerste stripclub? Maar daar staat toch geen wagon voor? Of ben ik nou gek? Of staat hij hier onder die brug hier? Dat is het volgens mij wel.
Oh, ik schrok van jou. ik zie er wel een auto stilstaan. Nee, dat is niks. Nee? Oh, oh. Ik zit mijn auto nu al kapot te maken, ik heb er niks gedaan. Burger, vierde tip. Een vraag. Mag de antwoord geven. Zitten we bij een stripclub goed? Ja. Dat wel. Hè? Een wagon. Is het een stripclub of de stripclub? Een stripclub. Ja, ik krijg wat. Met alle respect, maar ik weet dus geen stripclub hier te vinden. Ja, ik heb nog één andere, maar er is helemaal geen treinwagon in de buurt. Ja, er zijn er al langs gereden, hè? Ja, daarom. Ja. Kun je ook zeggen wat voor auto er langs is gereden? Jullie zijn er alle drie langs gereden. Wij reden alleen in het noorden. Ik weet het denk ik al, ik weet het al. Ik weet het denk ik al. Dat weet ik toch zelf, ja. Maar sta je ook daadwerkelijk bij die stripclub? Oh, oh. Ja. Want ik weet dat er bij die ene stripclub daarboven, kut, waar we net langs crossten, daar staat ook zo'n restaurant en dat is een treinwagon. Oh ja, dat klopt inderdaad. Maar dan zou die niet bij de stripclub staan. Dus dat is wel een stripclub. Is dat een stripclub? Daar zit een stripclub, dat weet ik zeker. Ja, maar daar zijn we, dat is Tequila. Nee, maar daar in de buurt van Tequila daar zit ook een stripclub. Nog één, hoeveel stripclub? Hoe weten jullie dit allemaal? Die heeft geen interieur. Is een stripclub. Ja, die heeft geen interieur. Oké, ik sta nu op de Vimer Boulevard. Ik volg een Audi. Ja, dat ben ik. Een andere Passat is druk achter, top. Dat is een stukje verder in deze straat. Ja, ja. Nou, gelijk recht op die auto inrammen, jongen. Maar die moet stilstaan, dus als we hem zien, dan is hij wel de lul. Dat is niet al te wild aankomen rijden. Hier is links dadelijk ergens. Ja, overigens is het. Nee, ik weet het. De schip zit aan de linkerkant. Ik bedoel links inderdaad, klopt. Links. Hier zo. Jij hebt van die steegjes hier. Hier zo. Ja, hier zo bij mij. Inbox, inbox. Pakken, 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 ja, nee! Dat is echt erg, zijn ze hem nu al aan het. Daar komt hij heel goed weg. Tering, die Passaat. Oh, waar ben je? Oh, wat? Ja. Hij lijkt hier doorheen. Oh, hier. Okay. Beuk van heel die auto aan gehoord. Ja, we gaan gewoon voor het beuken. Oh shit! Ja, op z'n kop. Nee! Nee! Nee. Dan komen er twee uit, gek! Doei! Ja, dat dacht ik even van jou. Oké. Nou, jij had je GP dan niet ook goed gehaald. Ik ging hem net aantikken en dan tp die op in zijn voren. Oh jee, maar. Crest op een SUV. Eerst ligt het eruit. Uitgevoerd. Dan is naar rechts. We gaan de tunnel niet in, we gaan links er langs. Op dat rare kruispunt hier. We gaan richting dat ziekenhuis weer waar we... Ja, hij is op het voertuig geknald. We zijn met z'n allen hier. Ja. Gamer! Voorkant, achterkant, voorkant, achterkant, voorkant. Ja, tegen de muur. Ja, stop. Nee. Hij kan niet lang meer meegaan zo. Nou, ik loop heel uit zijn natuur. Ja, we gaan rechtdoor. Oh, en smart. Oh. Ja, die is half uit de... Bedankt voor de pit. Sorry. Rechtsaf. Oopsie. Ik denk het. Hij rijdt zonder verlichting, dus... Rechtdoor. Gaat ook een beetje lachen als alles stuk is, maar goed. Alle lichte stuk zijn. We gaan nog steeds rechtdoor richting Maze Bank, dan wel vliegveld. Oh. Hij knalt op een smart en zijn we omgedraaid en we komen weer. Jee. Duwen hem hier omlaag, duwen hem hier omlaag. Duwen hem hier omlaag. Let op dat we zelf niet omlaag gaan. Ja, daar gaat één van de... Ja, hij gaat zelf ook omlaag en hij gaat... Oh ja, hij ligt op zijn dak. Tik hem, nee. Ik probeer hem omlaag te tikken. Als je nu niet naar vandaag komt, dan ja. Hij is... Oh shit.
gaat nog opvallend goed. Oh, daar rent een dier, let nou op! Ja. Een hond. Oh, shit! Ja, hoekje, hoekje. Oh, oh, oh. Ja, nee, ik had lag. Oh, yes, nee. Stop. Van boven, van zijkant ingebokst. Ja, stop de tijd. Ongeveer 3 minuten, want ik was de tijd vergeten te starten toen jij riep start de tijd. Maar in beeld staat wel de tijd, dus dat gaan jullie wel zien. Nee. Nailed it. Zo, wij staan al klaar met z'n drieën. De laatste gaat, die krijgt van ons 5 minuten de tijd om uit onze handen te blijven. Waarom 5 minuten? Omdat het waarschijnlijk helemaal niet gaat lukken. En als het nog maar lukt, hij heeft wel 3 keer de passaat tegen zich. Ik zet de stopwatch klaar. De burger mag nu zijn tip geven. Ik weet dat het hier om de hoek is ergens. Maar zeg maar. Er staan er nogal wat blokken. Ja, ik denk dat we naar Sandy Shores moeten. Voor de mensen die niet snappen, hier is het blokkenpark en er staan nogal wat blokken. Burger, jij zegt start de tijd. Ga staan. Start de tijd! Ja, je zou tunnel. Waar, welke kant komt hij naar boven? Ja. Oh, dit was snel. Of nee, nee. Ik weet niet waar hij naar boven komt. Hebben we mijn... Ja, nee, nee, andere nee, kant nee, 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 andere kant, andere kant. Nee. Ja, ja kom, op, kom op, kom op. Ja, ja. Zo. Ja. Nou. Ja, afblok, afblok, afblok. Doe, 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 doe. Kom op. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Kom op. Ja, nu hebben we. Ja, nu we. En stop de tijd, 51 seconden. Dit heb je wel echt mooi gedaan, vind ik. Ik vind dat jij vandaag hebt gewonnen. Dames en heren, de winnaar van de dag is geworden onze grote vriend hier. Mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Wil je nou dat hij binnenkort nog eens een rival of een herkansen krijgt? Laat dan even weten in de comments voor de volgende video. En nodig hem zeker weer uit. Want ik vind eigenlijk wel dat hij en 3 keer de passat tegen zich had. En hij had hier een riskant tunneltje gekozen. Dus ik vind eigenlijk wel dat je binnenkort nog een kans krijgt. Maar voor nu, anders wordt de video veel te lang. Ga ik jullie bedanken. Er komen 2 opties in beeld voor de volgende keer. Dan weer een singleplayer. Dus we gaan een mooi voertuig uitkiezen. Laat in de comments even weten welke het wordt. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei!